Ik ben echt een groot gedeelte van de dag hiermee bezig geweest. Hallo, goedemorgen alweer. Wat is het? Vrijdag. Vrijdag. En Jola die is alweer weg geweest, want die was met oma oorbelletjes kopen. Ja, met Wil. Ja, kijk eens hoe ze eruit zien. Dat is het oorbelletje van Jola. Ja. Ik heb echt een half uur of misschien wel langer zitten kammen. Het ligt hier helemaal vol met haren op een blaadje. Eeuw. En het is echt een ramp. Ik heb er twee luizen uitgehaald bij mij. Dus twee bij Jola en twee bij mij. Het ergste vind ik nog dat ik gewoon zoveel jeuk krijg alleen al van het idee. Jola heb ik behandeld met luizenspul weer. Maar bij mij kan dat niet, want het niet zo goed te zijn wanneer je zwanger bent. Dus ik ga mijn haar gewoon elke avond helemaal uitkammen. En dat van Jola ook. En Bart die moet ook weer luizenspul vanavond als hij thuis komt. Oh. Nou, ik ga nu douchen. Zo, we hebben echt een topmiddagmaaltje. Jola, de favoriete middageten. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Echt herfstvakantie. Lekker middageten met YouTube op. Zo, je vindt het toch wel leuk? Is dat echt te verf? Ja, je vindt het toch wel leuk? Anders heb ik een probleem. Kan het er nooit meer uit? Ja, natuurlijk wel. Als het eruit groeit, dan is het er weer uit. Maar ik wil het wel. Kijk, ik heb dit in mijn haar gedaan. Dat moet je op handdoek droog haar doen. Dus ik dacht, ik doe dat meteen even na het wassen. En het is een toner en het is zilver. Maar ik heb dat eerder gehad. Het wordt niet echt zilver hoor. Maar het wordt gewoon iets minder warm blond dan normaal. Dus gewoon een heel klein beetje grauw. En ik vind blauw een mooie kleur. Oké, weet iemand een blauwe haarverf die er wel weer uitgaat? Want die van Colorista nee, was voor... ik wil het nu. Niet dat je nu in de vlog zegt van over een week dat er een paar reacties komen. Huh? Zo, we zijn eindelijk in de studio. We gaan even wat foto's maken van Jol en mij. Gewoon normale basics profielfoto's voor het castingbureau. Want het is al eeuwigheid geleden dat we het hebben gedaan. We gaan die lamp gebruiken en ik ga heel even kijken. Misschien dat ik nog iets erbij ga zetten om nog meer licht te krijgen. Want het is behoorlijk donker alweer. Let's see what we can do. Jola maakt een shootje vandaag. Goed bezig, joh. Oké, nou zoals je ziet, het is ietsjes assiger geworden. Ietsjes grauwiger. Dus ik ben er blij mee. Het is alleen een toner, dus het verdwijnt wel weer redelijk snel, vind ik zelf. Dus eigenlijk zou ik het denk ik wat vaker moeten doen. Oké, om nog heel eventjes terug te komen op de luizen van vandaag. Dacht ik, ik zet nog even alle tips op een rijtje die ik vandaag heb verzameld. Oké, eerste tip was dit. Daar begon ik mee. Dit heb ik twee keer gebruikt bij mezelf en bij Jola. Alleen, ik wilde dit niet meer gebruiken omdat ik zwanger ben. Ik kon nergens op de bijsluiter vinden of... het kwaad komt voor zwangeren, maar ik lees steeds vaker dat dit niet goed is voor zwangeren en voor hele jonge kinderen. Dus ik heb hem zelf niet meer gebruikt. Ik heb hem bij Jola wel weer gedaan en Bart moet dit straks ook nog een keertje doen. Maar verder gaat het allemaal om kammen, kammen, kammen met deze kant. En zelfs daar blijven ze gewoon echt, gaan ze niet allemaal in zitten. Dus daarom je haar helemaal insmeren met olie of crèmespoeling. Koop een fles goedkope crèmespoeling, doe dat erin en kam het helemaal uit. Ik heb het voor de video even zo gedaan. Maar ook een andere tip van een andere moeder kreeg ik om helemaal op de kop te gaan hangen. En dan echt helemaal van hier
zo naar voren te kammen. En dan heel goed over de hoofdhuid, want ze zitten dus op de hoofdhuid. En daar zitten de neten. En de neten, die zijn ongeveer na een week groter. En dan pas zie je ze echt. Dan heb ik een blaadje, een wit blaadje, die leg ik neer. Zodat ik daar elke keer de haren op eruit kan halen. En dan met goed licht erbij, zodat je goed kunt zien of er luizen tussen zitten of niet. Maar dan nog, ook al zitten ze er niet tussen, ga er niet altijd vanuit dat je ze niet hebt. Want dat heb ik dus bij Yola echt dagen achter elkaar gedaan. En ik dacht echt dat ze er vanaf was. En ineens zat daar toch weer een grote luis. Dus dan heb ik toch op deze manier toch de neten gemist. Oké, dan borstels. Moeten helemaal schoongemaakt worden. Ik heb zelfs één borstel die van die harige haartjes had. Die heb ik in de wasmachine gegooid. En deze heb ik gewoon echt helemaal leeg gehaald. Ik heb ook dit spul eroverheen gedaan. Maar ik heb dus gehoord dat ze ook voor dit spul immuun zijn tegenwoordig. Of immuun zijn de luizen. Dus ook dit werkt niet altijd meer. En dan alle beddengoeden. Het schijnt dus een beetje achterhaald te zijn dat het daarin blijft zitten. Maar er is een aantal uur voor. Ik weet niet precies. Volgens mij is het iets van 15 uur of zo. Dat ze toch nog kunnen overleven op je kussenslopen, beddengoed, pyjama, kleding enzovoort. Dus vandaag is ook alles weer de was in gegaan, inclusief Yola de knuffels. Echt, ik word er zo moe van. Ik heb dus vandaag weer 3 wassen gedraaid. Nou, mochten jullie nog aanvullende tips hebben, graag. Wij gaan weer de komende 2 weken elke dag kammen. En dan nog heb ik gewoon het idee dat ze het ergens vandaan weer meeneemt. Ik word er wel moe van. Ik ben echt een groot gedeelte van de dag hiermee bezig geweest. En je haar gaat er ook niet mooier van zitten. Ik ga eten maken. We gaan wraps maken. Papa. Naar welke film gaan we? Naar Thor. Ik heb me laten overhalen. Ragnarok. Pop. Porn. Ik hoop zo dat hij een beetje leuk is. Ik ook. Maar komt wel goed. Hele vette nummers van Ragnarok. Mijn focus op het spel. Hij was echt veel leuker dan ik dacht. Want ik had wel in de trailer gezien dat hij vet grappig zou kunnen zijn. Maar ja, een paar leuke grapjes, maar heel veel effecten en zo. En ze dacht van, oh, dit is weer echt zo'n Marvel film. Yeah. Met ook een beetje humor en verder veel te veel effecten. Maar tegenwoordig zijn die Marvel films echt heel vet. Allemaal echt een beetje heel erg veel humor. Guardians of the Galaxy style. Oh, ik ben zo moe. Het is van het zo lachen, laat. Je bent zo moe van het lachen natuurlijk. Nee, ik heb wel echt een paar keer heel veel gelachen. De hele zaal trouwens. Ja, dan ging echt een paar mensen helemaal stuk naast ons, hè. Het is echt een aanrader dat je deze film, ja, vooral ja, als je wel, van die humor houdt van The Guardians of the Galaxy, daar ben ik zelf heel erg fan van, dan aanrader. We zitten weer te laden. En Bart wil het gewoon uitrekken, zodat hij langer kan laden. Nee hoor, als je stopt met filmen, blijf je hier sowieso nog 5 minuten zitten. Waarom? We kunnen toch gaan? Ik ben moe. Mijn hele been zit zo vol met vocht. Nou, we hebben op zich wel heel veel gedaan. Oh, mijn kleding zit zo strak. Het moet uit. Oké, is goed, schat. Trek het maar uit. Nee, we gaan wel. We hebben wel genoeg geladen. Mensen, fijne avond. Fijne avond. Thank you for watching. See you later, alligator. Bye bye, good night.